Yo mensen van Cutie Gaming, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag weer geen Outlast, want mijn broer is nog steeds op vakantie en ik durf het gewoon simpelweg niet in mijn eentje. Dus heb ik gekozen voor een Minecraft horror map en hij heet Grief. En ik ben heel benieuwd. Prisoner and the rules, oké. Prisoner hashtag 624-A. Is to be dealt and treated with extreme caution. The subject is in a bizarre mental state. Wow, statue wou ik zeggen omdat ik duw erachter zat staan. Statue do cases of both PTSD and schizophrenia. Although he has been instructed numerous times, he still denies our medication. He claims that he is real and is coming to get us. The facility hasn't a clue what could mean. Do not believe anything that this individual states is true. Whoa. The prisoner's name is not important anymore, but the facility requires it to be documented. His name was Frederick Mannings. Time of arrival, June 23rd, 2015. Deze map is pittig nieuw. Time of release, TBE. Nou, kijk, verder staat er helemaal niks in. Oh, dit is best wel creepy. Wait for me. Wow. Rules. No cheating or using mods or anything like that. Don't break paintings. Follow the rules. Dat is een goede regel. Settings. Optifine fog on. Particles all. Brightness on 50 or... Fog on. Particles all. Brightness 50. Dat ga ik even doen. Damn. Dit wordt vet creepy, man. Dit is niet cool. Wow, dit licht knippert. Dat is gewoon al creepy. Waar mag ik er niet uit? Nee, man, dit is niet cool. Dit is echt niet cool, ik zweer het je. Dit is echt niet leuk, ik ga echt huilen. Moet ik lopen? Ik kan nergens heen. The night of the event. Wow, een paard. Wow, en een konijn. Ik denk dat ik gewoon mijn pad moet volgen. Oh mijn god, jongens. Dit is echt niet leuk. Ik vind dit nog enger dan Outlast. Wat is dit? Oh, wacht. Ugh. I can't wait to be home and see my daughter after a tough day of work. She has been acting weird. Kind of weird lately. Hallo? Jongens, ik ben toch thuis? Oké, ik heb dus even hulp gevraagd, want ik wist dat er op T-Suit mensen waren die de map al kenden. En die zeiden dat ik een sleutel moest zoeken. Dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Dus wij gaan een sleutel zoeken in dit bos. En hopen dat wij de sleutel kunnen vinden. Hallo? Sleutel? Nou, hij zal dan niet hier ergens liggen, want dan... Wow, paard! Doe rustig! Paard! Stop daarmee! Niet leuk. Boos gewoon. Sleutel. Dat is toch gekke werk. Dat ik een sleutel van mijn eigen huis gewoon moet gaan zoeken in een fucking bos. Ik heb ook geen idee hoe ik die sleutel kan vinden. Wow, de kist. De key. Hey. Wat? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wow, wat gebeurde er? Ik zweer het je. Jessica! Ik krijg kippenvel. Jessica! Ugh, she's probably gone off with her friends again. Let's hope. She never tells me these things anymore. Zijn dochter is blijkbaar al een beetje ouder. Wat is dit? Wow, het nieuws! Wow! Dit is fucking awesome. Breaking news. Because of what some citizens are calling the event, asylum workers are being forced to the streets of Bergsville. The event has caused some residents to become mentally confused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report odd screams and pleas coming from those affected. No one knows the cause of the event, but the asylum promises to work it out. Asylum, meanwhile, a young girl, age 17, has been affected by the event. However, she somehow managed to break free of the asylum officials. They are hunting her down at this moment to restore justice to the neighbors.
So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one. Wat? No. No, no, no. Not cool. Niet cool, jongens. Niet cool, dit. What the fuck is dit? The event. Ik blijf gewoon hier in mijn kamer campen. Flikker op. Misschien moet ik gaan slapen. Nee. Wat is dit? Jessica, is dat you? Oh mijn god, waarom is het zo? Super lang. Need to fix the fuse box in the basement. I'm going to need a key for it though. Where did put it? Oh my god. Yo, dude, ik zweer het je. Dit is niet chill. Waar komen... Eerlijk waar. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Ik zweer het. Wat? Waar mag ik iemand lopen? Ik loop niet. Ik heb mijn handen niet aan mijn toetsenbord. Ik zweer het je, hoe kan Minecraft zo eng zijn? Hoe kan Minecraft zo eng zijn, jongens? Dit is niet gezond. Ik zie trouwens echt gewoon geen ene fuck. Oh, dit is... Where is the door? Hey, deur. Hey... Kaars. Hey. Hey, andere deur. Oh, dit is zo niet leuk. Dit is echt niet leuk. Hey. Wat? Oké. What the actual fuck? Jongens, wat klopt hier niet? Ik ben zo confused. Ik ben echt vreselijk confused. Ik loop door de gang, ik loop de goede kant op. Dat weet ik zeker. Kijk, want hier is dat pad. En hier zie je weer een deur. Maar dit is dezelfde kamer. He found you. Eerlijk, what the shit. Volgens mij loop ik echt rondjes. What the fuck? Ik hoor allemaal dingen. Kan dit stoppen? Hoe kan Minecraft zo eng zijn? Eerlijk waar. Hoe kan dit? Hoe kan ik zo bang zijn van Minecraft? Ik zet sowieso even de downloadlink van deze map ook in de beschrijving. Want dit is echt ongezond. Dit is echt niet leuk. Are you kidding me? Deze map is ook echt gewoon een mindfuck.
Hallo. Hallo. Not funny anymore. Ik ga gewoon YOLO rennen. Ik kan niet rennen. Er is toch een deur? Hallo? Wat gaat er gebeuren? Dit is toch een deur? Nee, 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 nee. Nee, laat maar op, laat maar op. Haal me hier weg! Stop het! Ik vind dit echt niet leuk. Ik zag iets lopen. Stop! Stop, ik word gek! Oh, please. Please, no. Wat hoor ik allemaal? Eerlijk waar, hoor dit dan? Dit is niet leuk. Ik zweer het je. Dat hoorden jullie ook. Ik ben bang. Ik ben echt heel bang. Oh my god, dit is toch niet te geloven. As the figure got away. In other news, little has been revealed about last night's event. Asylum officials are denying any wrongdoings. They said some sort of bug going around that should leave the area soon. An angry mob of residents led a boycott today due to the sudden departure of their family members to the asylum. The officials won't release information on what happened next. They are still looking for that 17-year-old girl. She's been described as having long black hair, has a normal body size, and is normally seen smiling for an unknown reason. If you have any information about her, dial It's behind you, 654. It's behind you, Zaggy. Keep safe, residents. Oh, stop! Hoorden jullie dat ook? Hij zei it's behind you. I need to find Jessica. Oké, okay, wat zei ik allemaal? Ugh, thank god it was just a dream. I need to try and find Jessica. How did the key get in there? I need to find Jessica now. Maybe she's in the interview room in the basement. Ja, natuurlijk is de basement fucking donker of zo. Nee, ik kan er niet meer uit. Not again. Not fucking again. Laat maar erin. Ik ga gewoon alle kisten kijken. Ik ga hierheen. Paper, 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 paper. Oké,
Waarom is er zoveel papier hier? Papier, hier. Papier, hier. Ik val af en toe een beetje stil, want ik ben bang. Dat geluid ook. Books, paper. Ik neem al key. Oh, look. We found the key. Wat is mijn hartslag? Jullie willen niet weten hoe graag ik mijn geluid uit wil zetten gewoon. Het is echt de kutste Minecraft map die ik ooit heb gezien. En er komt zelfs nog een vervolg op. Moet je nagaan. Me. Dad. Help. Dad. Help me. Oh no. Are you fucking kidding me? Seriously. I guess I'm going to have to make exception to that rule. Wacht, wat staat hierin? Dad, help me. He's coming for me. Help me, Dad. Help me, please. I can hear him scratching at the door. I can see him looking at me. Please, Dad, help me. Zeker staat er aan het eind. He's here. Waarom heb ik dit nou weer gedaan? Waarom heb ik dit gedaan? Laat het kind lekker stikken. Ik ben niet eens... Ik ga echt huilen. Minecraft... Het zijn twee dezelfde boeken. You fucking what? You fucking what? Weer dit? Jongens. No way, no way, no way. Er gaat weer een jumpscare aankomen. Stop it! Minecraft, please. Why you do this to me? Why you fucking do this to me? Why the fucking fuck? Waarschijnlijk heb ik niet eens al dit papier nodig. Ik moet doorlopen. Ik moet rennen. Maar ik heb geen idee waarheen. Oh mijn god, ik schrok hiervan. Ik hoor de fucking deur. Ik hoor de fucking deur. Ik weet niet waar ik heen moet. Volgens mij kom ik hier vandaan. Ja, ik kom hier vandaan. Godverdomme. Laat me er gewoon uit, alsjeblieft. Ik vind het echt niet meer leuk. Mag het licht aan? Mag het licht aan? Doe dat fucking licht aan, man. Not funny at all. It's not
No. Dat is Hero Bruin. Godverdomme, rot nou eens naar je top, man. Ik vind het echt niet meer leuk. Continued. Nee joh, ik ga even huilen. Thanks for playing, I hope you liked it. Make sure to give feedback on the forums to continue on. Depends on you guys, the players. See you in the Nile. Oh, wacht. Nee. Credits. Map made by Matamado Nightmare Running Game. Nou, zijn YouTube kanaal zetten bij Yay Self Endorsement. Sounds. Nou, het is allemaal gratis. I edited the sounds in this pack from other sounds from this website, so you do not have permission to use any of the sounds in your own pack. Sorry, so bye. Ik heb gewoon serieus kippenvel. Dit was echt de kutste Minecraft map die er bestaat gewoon. Ik vond het in ieder geval wel leuk om te spelen. Wil jij hem nou zelf ook spelen? Dan moet je even gewoon even in de beschrijving kijken. Daar staat de downloadlink. Ik ken de maker verder niet. Ik had gewoon zin in een horrormap. Aangezien normaal donderdag Outlast horror is. Alleen ik durf dat niet in mijn eentje. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het wel durf naar dit te hebben gespeeld. Want jezus, wat was dit een klote map. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Later!